geen namen van grote bedrijven, maar grote gespierde mannen met een regenboogvlag om hun middel. De knelparade van 1998 is toch een stuk anders dan die van de laatste jaren. De laatste twee edities waren meer dan de helft van de boten niet direct gerelateerd aan LHBT'ers. En ook dit jaar is dat niet anders. Er zijn heel veel mensen uit de LHBT-gemeenschap die de hele parade in ieder geval niet meer interessant vinden, die daar ook niet komen. Die ook vooral vinden dat het publiek langs de kant daar eigenlijk als een soort carnavalsoptocht naar staat te kijken. Die parade hoort te gaan om de mensen centraal te zetten die dagelijks vechten voor LHBT-belangen. Deze boten die je mee ziet varen vanuit bedrijven, er zijn de roze werknemersverenigingen van die grote bedrijven die al jarenlang strijden voor gelijke rechten en acceptatie op de werkvloer. Dan hebben ze hun werkgever zover dat hij dus openlijk uit de kast kan komen en ook zegt van wij zijn tegen discriminatie van LHBT'ers. Dus ja, als je dat commercieel vindt, dan is de Pride heel erg commercieel geworden. GKV-eigenaar Robert Kalf kon na 4 jaar ineens niet meer meevaren omdat er geen plek meer was voor zijn boot. Hij organiseerde daarom een maand geleden de eerste Canal Pride in Utrecht met boten met alleen LHBT-gerelateerde instanties. We hebben ook wel verzoeken gekregen van grote bedrijven en die hebben uitgenodigd om ons te ondersteunen op andere manieren, maar niet op een boot. Dus we hebben bruggen laten sponsoren. Daar deden ze graag aan mee. En dus zijn ze wel zichtbaar op de parade, maar niet in de parade. Een commercieel bedrijf hoeft niet zelf mee te varen, maar kan er ook voor kiezen om een organisatie als Pos & Proud of de Marokkaanse boot, om die financieel te steunen. Dat is veel zinvoller, veel belangrijker dan dat je daar gaat verkondigen dat energie er ook voor homo's is. Toch zegt Spee dat hij niet anders kan dan de grote bedrijven mee te laten varen. En als wij terug zouden kunnen gaan naar een tijd waar we net zo'n laag budget nodig hadden als Utrecht Pride, dan hadden we waarschijnlijk ook zo kunnen denken. Maar helaas, ik heb bijna 1 miljoen nodig. Ik krijg 250.000 euro subsidie. Dus er moet nog 7,5 ton uit de markt komen. Dat doe je niet door een paar brugbennetjes.